Hoi, mijn naam is Jesper en je kijkt naar weer een nieuwe 10. Met dit keer de 10 domste docenten ooit. Op nummer 10. De wiskundedocent Wingwa Leung werd geschorst nadat hij wel een hele vreemde huiswerkopdracht had bedacht. Hij vroeg aan zijn studenten om naar huis te gaan en een selfie te nemen met de seksspeeltjes van hun ouders. Het was bedoeld als grap, maar het liep uit de hand toen een van de leerlingen de opdracht serieus nam en de volgende dag terugkwam met een selfie. Nummer 9. Een Engels docente werd gearresteerd toen ze 2 van haar leerlingen had beloond met magic brownies. Maar helaas werd het cadeautje niet goed ontvangen en ze werd aangeklaagd wegens verkoop van marihuana en het aansporen van delinquentie van de minderjarigen. Door met nummer 8. Docenten op een school in Texas werden ondervraagd door de school naar aanleiding van het uitreiken van de Ghetto Klaslokaal Awards. De beledigende prijs werd uitgereikt aan de klas met leerachterstanden en de verschillende prijzen waren zo bedacht dat het de kinderen in kwaad daglicht zouden zetten. Een van de prijzen was getiteld de Award, die de spot dreef met zenuwachtige spreekbeurten. De docenten reikten de awards uit in het kader van het einde van het schooljaar. En gek genoeg heeft het 8 jaar geduurd voordat iemand aan de bel trok. Nummer 7. Met behulp van een elektrisch apparaatje vond scheikundedocent Samuel Duffner het blijkbaar legitiem om leerlingen te brandmerken met smileys, sterretjes en ik hou van mama. Het apparaat maakte gebruik van een hoog aantal volt dat donkere plekken kan achterlaten op de huid. Nadat de studenten hun nieuwe kunst hadden laten zien aan hun ouders, schakelde deze natuurlijk meteen de politie in. Duffner werd gearresteerd en aangeklaagd wegens mishandeling. Gelukkig waren de brandwonden niet permanent en na een tijdje verviel de aanklacht. Nummer 6. Je zou denken dat je met dit verhaal in Breaking Bad beland bent, maar dit is toch echt gebeurd. Het betreft docent McFallon Kualay. Die werd gearresteerd wegens het cocaïnelab in zijn huis, ter waarde van zo'n $1.5 miljoen. Ook werd Kualay beschuldigd van drugsdealen en het aansturen van een groot drugsnetwerk. Hij kreeg 3,5 jaar gevangenisstraf en mocht nooit meer lesgeven. Nummer 5. Docent Ricardo Sanchez zette veel op het spel toen hij zijn leerlingen vertelde dat een ontsnapte sniper naar de school zou komen en alle pesters neer zou schieten. Veel ouders schrokken van het bericht en meer dan 130 leerlingen kozen een andere school. Maar de geruchten waren niet waar en Sanchez werd gearresteerd wegens het verspreiden van een vals alarm. Nummer 4. Een YouTube-video ging viral toen een docent werd gefilmd terwijl hij een bijl in het kruis van een collega wierp tijdens een experiment over krachten. Het experiment, dat blijkbaar alle veiligheidsregels overboord had gegooid, liet een vrijwilliger op zijn borst met een spijkerbed liggen met een betonblok bovenop zijn rug. Het experiment zou moeten demonstreren dat de spijkers niet door de vrijwilliger heen zouden gaan. Zelfs niet wanneer er iets met een flinke kracht tegen het blok aan zou komen, omdat het gewicht van het blok was verdeeld over de spijkers. Maar helaas, de docent gooide dus goed mis. Nummer 3. Docent Michael Rankin werd geschorst wegens een iets te grensoverschrijdende grap in de les. In een poging te levelen met zijn studenten zei Rankin tegen een leerling dat elke keer wanneer ik het met je moeder doe, maakt ze een sandwich voor me. Daarom ben ik zo dik. Oké. Nou, en een andere leerling werd bestempeld als waardeloos. Helaas Rankin, hou je grappen de volgende keer lekker voor je. Nummer 2. 3 medewerkers van een crash werden gearresteerd wegens het opzetten van een peutervechtclub. Een video ging viral waarin te zien is hoe de vrouwen de huilende peuters met elkaar lieten vechten voor hun eigen vermaak. De regel was niet knijpen, wel klappen. De medewerkers werden aangeklaagd wegens mishandeling, roekeloos handelen en samenspanning. Het kinderdagverblijf werd natuurlijk gesloten. En dan op nummer 1. Een Zuid-Koreaanse docent at zijn hamster op voor het oog van zijn studenten, in een poging hen de waarde van het leven te vertellen. Nadat hij zag dat de hamster door de leerlingen werd geplaagd, besloot hij dat het eten van het beest wel een goede morele boodschap zou overbrengen. En de docent werd aangeklaagd wegens psychologische kindermishandeling. Jongens en meisjes, even het volgende. Op mijn kanaal Ponkers ben ik de strijd aangegaan tegen Martijn en Noah in onze gloednieuwe serie Strijders. Check het even, want het is echt super grappig. Dus klik op de video op het scherm om in die afspeellijst te komen. Oh ja, je kan ook een jaar lang gratis haarproducten winnen. Reageer daar met wie jij vindt dat de beste look heeft. Ik zie jou de volgende keer. Tot ziens!